Ja, goedenavond. Goedenavond, hartelijk welkom. Het is afgeladen vol. Sommige mensen moeten met hun voeten op het podium erbij te zijn. Maar ja, we wilden zoveel mogelijk mensen een kans geven. En ontzettend leuk dat u er allemaal bent. Welkom bij Grand Hotel Europa. Welkom bij een avond naar aanleiding van een boek. Wie heeft hem allemaal al gelezen? Wie heeft hem? Ja, ja. Wie is er nog in bezig? Ja, ja. Wie is er nog niet eens aan begonnen? Oh, ja. Het zijn allemaal mensen die erin willen. Nee, nee, hartstikke goed. U heeft huiswerk hierna. Op de site stond spoiler alert. Ik zal mijn best doen. We zullen ons best doen om niet alles te verklappen. Maar u heeft een voordeel. Het boek is namelijk meer dan 600 pagina's lang. Dus we zullen heus niet in 2 uur de rijkheid van alles wat erin staat kunnen bespreken. Dus ik kan u vertellen dat het zelfs daarna nog enorm boeiend is om te lezen. Mijn naam is Tim Wagemakers en het is mijn taak vanavond om u hier doorheen te leiden. Ik ben programmamaker bij de Bali. En samen met mijn collega Sarah Tuxus hebben wij deze avond gemaakt. En de reden daarvoor is eigenlijk dat dit boek een aantal thema's omvat. Migratie, toerisme, kunst, Europa. Waarvan wij denken, ja, daar maken we eigenlijk het hele jaar door programma's over. En als er een boek is dat zo duidelijk neerzet, dat daar zo'n duidelijk visie over heeft, dan moeten we dat hier natuurlijk naartoe halen. En gelukkig was Ilja Leonard Vijver zo bereidwillig om hier te zijn. Hij landde om 6:10 op Schiphol. Dus het is ongelooflijk fijn dat hij er is. Zeker omdat hij 2 uur vertraging had. Dus als u zweetpareltjes op mijn hoofd ziet, dan is dat daardoor. Maar het is goed gekomen. Wat gaan we vanavond doen? We gaan praten over een aantal thema's. Het boek is te groot om alles te bespreken. Maar we gaan in ieder geval het hebben over Europa als museum. Over die kunstthematiek die zo sterk in dat boek speelt. En we gaan het hebben over massatoerisme. En nou ja, hoe de steden in Amsterdam misschien wel, misschien niet ten onder gaan aan al die hordes toeristen die hier komen. En zijn er misschien nog verschillen tussen Venetië en Amsterdam? Daar gaan we het allemaal over hebben. Er is nog iets waarom ik denk dat het leuk is dat we dit doen. Namelijk, ik hoor wel eens hier mensen zeggen, ja weet je, literatuur, wat doet dat nog? Schrijvers en engagement, bestaat dat nog? Nou, als er één boek is waar volgens mij de betrokkenheid bij de wereld om zich heen vanaf spat, dan is het wel Grand Hotel Europa. Dus volgens mij is dat ook iets wat we zeker kunnen benoemen. We eindigen de avond met theater van Soufiane Moussouli. Juist ook om weer te laten zien hoe nu theatermakers bezig zijn om met kleine verhalen, grote verhalen te vertellen en u vol inspiratie de deur uit te laten gaan. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat u rond 10:00 weer aan de bar staat om na te praten, misschien een handtekening te vragen, nog eens na te bomen over het programma. We hebben een bomvol programma. Ik hoop dat ik aan het eind nog ruimte kan maken voor vragen. Dus daar ga ik erg mijn best voor doen om het allemaal in goede banen te leiden. En dat is meteen ook een teken om te stoppen met praten en te beginnen. Dus laten we vooral ook snel beginnen. Volgens mij toont het feit dat u allemaal bent dat we iets urgents te pakken hebben. We gaan er een mooie avond van maken en ik wens u een hele fijne avond. Dank jullie wel.
Ja. Blijf in het licht. Hawieg Elders, dames en heren. Ze studeert aan het conservatorium onder leiding van Ilja Groebert. Misschien dat het daarom ook zo prachtig klonk. En ze volgt het excellence-programma daar. En ze speelde een belangrijk stuk ook in het boek, de 24e Capriccio van Paganini. Die u misschien ook al had herkend van dat levensechte schilderij op de achtergrond. Misschien, je speelt Paganini vaak en vaker? Ja, zeker. Het is heel belangrijk voor de studie van violisten, want het zijn heel virtuose werken. Dus. Ja, en ja. Wat maakt het zo virtuoos? Is daar iets over te zeggen? Behalve dat het prachtig is. Nou ja, alle verschillende technieken die erin voorkomen, maar ook de heel cantabile passages. Niet, die zijn die niet moet je heel even uitleggen. De heel zangerige okay. Stukken. Ja. Ja. Als jij Paganini speelt, die 24, dat is zo'n bekend stuk, wat heel veel mensen ondertussen ook kennen. Als je dat, wordt dat nog mooier als je het zo goed kan spelen en zoveel vaker kan doen en vaak speelt als jij? Nou, ik vind het altijd heel leuk om dit stuk te spelen, want het is gewoon een hele grote uitdaging, maar ook hele mooie muziek. En de thema is natuurlijk heel bekend, maar je kan toch proberen om het zelf op je eigen manier te spelen. Ja, je hebt het prachtig gedaan. Is er als mensen denken, ja, ik vond dit zo mooi, ik wil jou vaker zien. Waar kunnen ze jou dan zien? Want volgens mij heb je gewoon optredens en word je gewoon geboekt. Dus waar kunnen we naartoe? Mijn volgende concert is aanstaande dinsdag in Den Haag, in de Nieuwe Kerk. En voor volgende concerten dan kunt u ook op mijn website kijken. Heel goed, ja. Ja, nee, heel goed, hawiegelders.nl, toch? .com, ja. .com, nou. Ja. Ben jij scherper dan ik? Ik wil in ieder geval, want jij zei, ik moet er ook weer vandoor, want ik heb gewoon nog heel hard te studeren en ik moet morgen weer helemaal aan de slag. Ik wil heel erg danken dat je er was. Ik hoop dat je het leuk vond en geef er een hartelijk applaus. Hawieg Elders, dankjewel. Dankjewel. Ja, nou volgens mij are we off to a good start, maar laten we dan ook de man erbij halen waarvoor we hier vanavond zijn. Het personage, maar ook vooral de auteur van het boek. Geef me een warm applaus. Ilja Leonard Vijver. Goedenavond, dames en heren. Van pure emotie is mijn, mijn headset losgeschoten, maar dat zit nu weer goed. Maar dit is nou een avond waar ik me al heel lang op heb verheugd. Om hier in de Bali, te midden van u, deze avond te mogen beleven. Ik doe dit wel vaker, optredens naar aanleiding van mijn boek, zeker de laatste tijd. Maar deze avond is voor mij toch heel bijzonder en uniek. Alleen op de prachtige manier waarop het is begonnen, zojuist. Maar er is ook nog een andere reden. Als ik mijn publiek ontmoet naar aanleiding van een roman die ik heb geschreven, gaat het meestal over de roman. En een roman is in eerste instantie een literair kunstwerk, of in ieder geval probeert dat te zijn. En daar gaat het dan vaak ook over. Het gaat dan over de personages, de verhaallijnen, de thema's, de zinnen. En dat is heel prachtig. Maar veel van mijn boeken, en dat geldt zeker voor mijn laatste boek, en dat geldt in hoge mate ook voor Grand Hotel Europa, willen ook iets zeggen over de wereld om ons heen. Wat dat betreft schaam ik mij er niet voor om mij een geëngageerd schrijver te noemen. Veel van de motivatie van waarom ik het nodig vind om iets te zeggen, komt voort uit dingen in de wereld om ons heen waar ik me in meer of mindere mate zorgen over maak. En dan is het natuurlijk ook wel mijn bedoeling dat dat reacties oproept. Dat je niet alleen mijn boek leest vanwege de mooie zinnen, maar dat je ook gaat nadenken over waar ik over heb nagedacht en wat mijn uitgangspunt was voor het schrijven voor die roman. En ik ben heel blij dat vanavond, dankzij de keur aan gasten die hier zitten, dat de wereld om ons heen terug gaat praten. En ik verheug me er nu al op dat ik daar veel van ga leren. Ik kan u misschien in het kort uitleggen
wat eigenlijk mijn basisidee was. Het, eigenlijk de hele roman Grand Hotel Europa komt voort uit een vraag die ik mezelf al een tijdje stelde. Waar ik al een paar jaar mee rondliep. En die vraag heeft alles te maken met het feit dat ik, zoals u wellicht weet, ooit verhuisd ben van Nederland naar Italië. Ik woon nu al een jaartje of 10 in Genua. En dat heeft een aantal gevolgen gehad. Een van de gevolgen is dat ik me daardoor een beetje minder Nederlander ben gaan voelen. Dat is alleen maar heel goed voor een mens. Dat kan ik u van harte aanraden. Het andere gevolg is dat ik me daardoor iets meer Italiaans ben gaan voelen. Ook dat is een heel vrolijke consequentie. Maar het belangrijkste is misschien eigenlijk wel dat ik me meer Europeaan ben gaan voelen. Er zijn nu meer plekken in Europa die ik voor mezelf thuis kan noemen. Dus ik voel mezelf meer Europeaan en ik merk dat aan mij. Ik begon me af te vragen wat dat eigenlijk betekent. Wat betekent het om Europeaan te zijn? Wat is een Europese identiteit? En het is die vraag die misschien diep aan de wortel ligt van de roman Grand Hotel Europa. En als je jezelf die vraag stelt, dan hoef je er misschien niet eens zo heel lang over na te denken om te beseffen dat een van de onderscheidende kenmerken van ons continent, het dierbare avondland waar we leven, is dat we ons hier omringd weten door enorme hoeveelheden tastbaar verleden. En dat is wel echt iets bijzonders voor Europa. Dat heb je in continenten als Amerika of Afrika, heb je dat niet. En zelfs in Azië gaan ze daar op een heel andere manier mee om. En de aanwezigheid, de overweldige aanwezigheid van verleden in Europa, heeft ook een aantal consequenties. Kijk, als je geboren wordt, leeft, opgroeit, werkt en woont te midden van schitterende monumenten, resten, kunstschatten uit andere eeuwen, dan wordt de verleiding op een gegeven moment misschien wel groot om te bedenken dat de beste tijd wel eens achter je zou kunnen liggen. En in het geval van Europa zijn er natuurlijk ook wel een aantal objectieve redenen te verzinnen waarom je tot die conclusie zou kunnen komen dat de beste tijd achter ons ligt. Maar bijvoorbeeld in geopolitiek opzicht. De tijden dat Europa gedachteloos, moeiteloos de wereld bestierde, liggen toch echt wel definitief achter ons. En dat is in vele opzichten misschien maar goed ook. Maar dat heeft tot gevolg dat Europa zich op dit moment op een kruispunt in de geschiedenis bevindt, waar het continent zich misschien wel diezelfde vraag moet stellen die ik mezelf heb gesteld. Wat het betekent om Europeaan te zijn. Wat een Europese identiteit is. En er komt nog een ander aspect bij dat veel zichtbaarder is in Italië dan in deze welvarende Rijndelta. En dat is dat het ook in economisch opzicht ooit wel eens beter is gegaan. Hè? Ook in economisch opzicht is de verleiding groot om te denken dat de beste tijden achter ons liggen. En is er een noodzaak om jezelf opnieuw uit te vinden. In Italië zie je dat echt. Italië heeft er echt in toenemende mate moeite mee om er nog echt gewoon een ouderwetse fatsoenlijke economie op na te houden. Met staalfabrieken en zo, scheepswerven, dat soort dingen. Dat heeft allemaal helemaal geen zin meer. Je kan op geen enkele manier meer concurreren met die traditionele economie. Kun je de concurrentie niet meer aan met de opkomende nieuwe economieën. Dus daar moet je toch echt iets verzinnen. En wat je dan ziet in Italië, maar niet uitsluitend in Italië, is dat als alternatief voor die model, als nieuwe economie, wordt teruggegrepen op precies dat onderscheidende kenmerk. Die enorme
hoeveelheid verleden. Die kun je te gelden maken. Je kunt je verleden verkopen. En daar krijg je toerisme van. Ja. Grand Hotel Europa is geen non-fictieboek, het is geen essayboek, het is een roman. Het is ook een meeslepend liefdesverhaal. Dat moet ik er altijd bij zeggen om de verkoop te stimuleren. Er zijn overigens ook boeken te koop na afloop. Dat, ja. En er zijn er nooit genoeg verkocht. Nee. Een groot deel van het verhaal, het liefdesverhaal tussen de ik-figuur en Clio, een kunsthistorica, speelt zich af in Venetië. En dat is natuurlijk niet voor niks. Venetië is misschien wel bij uitstek het symbool van de problematiek waar we het hier over hebben. Venetië is totaal, hopeloos, definitief ten prooi gevallen aan het toerisme. De stad had ooit, in de 14e eeuw, zijn er volkstellingen geweest, had het, als ik me goed herinner, 140.000 inwoners. Het was een van de grootste steden van Europa in die tijd en daarmee ook van de wereld. Tegenwoordig zijn er nog minder dan 50.000 inwoners van over in Venetië. En dat loopt dagelijks terug. Er is vlak bij de Rialtobrug op het pleintje een apotheek. En die heeft in de etalage een real-time tellertje van het aantal inwoners dat nog is in Venetië. En dat zie je live terug tikken. En als het in dit tempo doorgaat, het is een makkelijk sommetje om te maken, makkelijke extrapolatie, dan zal Venetië in het jaar 2030 leeg zijn. Dan is de laatste inwoner vertrokken. Dan is het af, zeg maar. Dan kan er een hek omheen en dan is het definitief een openluchtmuseum geworden. Ik heb een paar weken geleden was ik de gast bij de uitzending van Jinek. Misschien heeft iemand dat gezien. En toen hadden ze ook een filmpje opgesnord dat ze toen projecteerde om vooral te voorkomen dat de schrijver te lang aan het woord zou zijn. En daar was een Amerikaanse toeriste, die werd geïnterviewd. En die was daadwerkelijk verbaasd, verbijsterd om niet te zeggen, dat er daar ook mensen woonden in Venetië. Dat had ze echt helemaal niet. Dat is net zoiets als dat er mensen wonen in de Efteling of zo. Nu gaat u mij zeggen dat er mensen in de Efteling wonen. Ja. Tegelijkertijd is Venetië ook een goed voorbeeld voor de ambiguïteit van deze situatie van toerisme. Want het is natuurlijk te makkelijk om toerisme zonder meer te veroordelen als iets, een verschijnsel dat steden kapot maakt. Als je in Venetië rondloopt, besef je ook onmiddellijk één ding. En dat is dat die stad helemaal geen enkel alternatief heeft. Daar wordt al decennia lang helemaal niks meer geproduceerd. Daar is helemaal geen reële economie. Zonder het toerisme zou Venetië definitief verzinken in de lagune. Dus ik hoop dat we het over dit spanningsveld kunnen hebben vanavond. En ik hoop daar ook veel van te leren van de andere gasten. En de vraag die, een van de vragen die mijn roman wil stellen en de vraag die misschien ook voor een deel van deze avond centraal zal komen te staan, is in hoeverre Venetië symbool kan zijn voor Europa als geheel. Want als de ontwikkelingen verder gaan zoals ze nu gaan, wordt Europa langzamerhand een soort van recreatiegebied voor de rest van de wereld. En ik hoef het u niet te zeggen, we zijn hier in het hart van het centrum van Amsterdam, op een steenworp afstand van het Hard Rock Hotel Amerikaan. U bent zich bewust van de problematiek.
paar weken geleden, toen ik zo'n soort praatje hield in Eindhoven, was het iets moeilijker om de mensen te betrekken bij de problematiek. Maar hier, ja, dus wat dat betreft, afgezien van dat we hier in de Bali zijn, wat sowieso de beste plek is, is er ook vanwege de omliggende stadswijk geen betere plek denkbaar om deze avond te hebben. Als Europa zich ontwikkelt tot een recreatiegebied van de rest van de wereld, moeten we ons ook de vraag stellen, of we überhaupt een alternatief hebben. En de tweede vraag is of dat eigenlijk erg is. Misschien is het eigenlijk best wel een goed idee. Nou ja, ik hoop dat we daar later nog meer over kunnen hebben. Tot slot, misschien als hoop, tot slot voor dit gedeelte van mijn inleiding. Ik heb vrij veel research gedaan voor die roman en ook in buitenlandse studies en zo. Er zijn ook in Italië heel veel studies gedaan naar massatoerisme. Als het gaat over steden die te kamp hebben met massatoerisme, worden er altijd twee steden genoemd in die studies waar nog hoop is. Waar een zulke sterke, reële, echte economie is, dat ze zich de luxe kunnen permitteren om nee te zeggen tegen toerisme. En die twee steden zijn Amsterdam en Berlijn. Ik denk dat we het hier uitgebreider over hebben met de andere gasten. Dank u wel. Ga lekker zitten, Ilja. Dank. Volgens mij heb je de twee lijnen meteen mooi neergezet waar we zo over doorgaan. Het enige wat ik me afvroeg nog is, in het boek is een prachtig hoofdstuk met de 5 Europese kenmerken die Rudolf Steiner beschrijft. En de laatste van de 5, ik zal het niet helemaal opnoemen, is Europa is zich bewust van zijn eigen verval. Nou is Rudolf Steiner ondertussen niet meer degene die in deze discussie zit. Maar als dat al jaren zo is, zeg maar dat Europa zich bewust is van dit verval, is dit dan, dit gesprek wat we voeren, een intellectuele exercitie die er gewoon bij hoort als Europeaan? Of staat er nu wel echt iets wezenlijkers op het spel? Ik denk dat het niet een kwestie is van jaren dat Europa zich bewust is van haar eigen verval, maar van millennia. Dat is op zich, het is natuurlijk ook een mooie provocerende stelling van Rudolf Steiner. Dat eigenlijk de ondergang van Europa, het idee van de beste tijd ligt achter ons, de nostalgie die erbij hoort, is eigenlijk een constante in de Europese identiteit. De oude Grieken hadden al het idee dat de Gouden Eeuw achter hen lag. Ja. Er zijn wat parallellen getrokken, zeer vererende parallellen moet ik zeggen, tussen dit boek en De Toverberg van Thomas Mann. Voor een gedeelte door mijzelf geprovoceerd, die parallellen. Ja, u had hem zelf ook wel door. Ja. Ja. Maar, ja, dat snap ik wel, ja. Ja, dat is ook een roman over de ondergang van een cultuur. Het einde van een tijdperk, ja. Het einde van Europa. En dat kennelijk zo eens in de 100 jaar opnieuw ter sprake kan komen, de ondergang van Europa, is op een bepaalde manier ook wel weer troostrijk. Ja. Ja. En hoe luistert u dan naar de mensen die denken, hè, eindelijk? Die hebben het dan vaak, dat is natuurlijk het onderscheid wat vaak gemaakt wordt. Je hebt Europese Unie en Europa, maar tegelijkertijd zijn er mensen die zich steeds meer willen identificeren met, ik ben een Brit, ik ben een Fransman, ik ben een Italiaan, maar geen Europeaan. Ja, maar dan hebben we het over heel iets anders. Die nationalistische tendensen, dat is niet een manier om jezelf te bevrijden van een Europese identiteit. Je bent namelijk, toch maak je deel uit van die Europese identiteit, of je dat nou wil of niet. En sterker nog, dat is pas nostalgie. Dat is pas de klok achteruit zetten. Als je denkt dat je nu in de 21ste eeuw nog Britannia Rules the Waves kan spelen met een koningin, weet je wel. Ja. Dat is pas terugverlangen naar vroeger. Ja. En dus niet ontkomen aan het Europeaan zijn, maar een andere. Nou ja, als het probleem is
dat de last van ons verleden heel zwaar op onze schouders drukt in allerlei opzichten, dan kan nostalgie nooit de oplossing zijn. Nee. Wat kan wel de oplossing zijn? Dat hoop ik te horen in de loop van de avond. Oké, dan rust er best een druk op de schouders van de mensen die we hebben uitgenodigd. Laten we vooral snel beginnen. We hebben twee lijnen, denk ik, geïdentificeerd. Dat is Europa als die plek die zo op zijn verleden rust eigenlijk. Of misschien het draagt, is misschien een beter woord ervoor. En de tweede over die steden en ook Amsterdam, het Hard Rock Hotel Amerikaan. Daar komen we ook nog wel op terug. Laten we beginnen met het eerste. En we gaan daar zo iemand voor naar voren vragen. Maar laten we eerst eens luisteren naar een kort fragment. Je mag het ook vanaf hier voorlezen. Je mag ook gaan staan. Oh ja, ik ga voorlezen. Ja, een heel kort stuk. Wat eigenlijk wel de discussie rondom die kunst als gesprekstarter kan bieden. Hij begint hier, denk ik. Nee. Oh, dat is het einde. Dat is het einde. Ja. Hij begint hier. Ja. Dat krijg je als we... Jezus, ik ben helemaal in de war nu. Ja. Dit is een passage... waar de ik-figuur samen met Clio, zijn grote geliefde, een bezoek brengt. Ze wonen dan in Venetië. Ze brengen een bezoek aan de Biennale. We slenterden langs de landenpaviljoenen van de Biennale in de Giardini, alsof het kraampjes waren op een kerstmarkt. De enige reden waarom ze de gebruikelijke troep hadden uitgestald, was dat het er weer de tijd van het jaar voor was. Er schijnen mensen te zijn die ervan genieten, om diezelfde reden. En zij zouden teleurgesteld zijn als het aanbod verrassend was en al te zeer afweek van vorige edities. Dus er was voorzien in de hele voorspelbaar vervreemdende rimram. Videoinstallaties van amateuristisch gefilmde, vreemd uitgedoste acteurs die in kennelijke staat van verwarring verkeerden en het zonder duidelijke reden op hun schreeuwen zetten. Heel oer. Eindeloos durende filmpjes in korrelig zwart-wit van een rimpelend oppervlak als metafoor voor de kosmische tijd die voelbaar verstrijkt. Een speelfilm over pubers die elkaar bij voortduring opzij duwden als pregnant commentaar op de neoliberale prestatiemaatschappij. Alles hadden we al eerder gezien, al was het toen heel anders. Olieverf op doek is nogal retro in deze tijden van de iPhone. En we moeten de potentie van bewegend beeld onder ogen zien. Dat snapten we. Maar alles wat de Europese avant-garde filmisch voor elkaar had weten te boksen, wordt zowel in technisch opzicht als wat betreft de ideeënrijkdom in een handomdraai overtroffen door de eerste de beste B-film uit Hollywood. Het Engelse paviljoen was tot het plafond volgepropt met grote gekleurde ballen van papier-mâché. In het Franse paviljoen had de kunstenaar de chaos in zijn atelier nagebouwd, opdat iedereen kon begrijpen waarom het helaas niet was gelukt om daadwerkelijk een kunstwerk te fabriceren. De provocerende neon-kitsch was deze keer te vinden bij de Bulgaren. Het Finse paviljoen toonde een minimalistische houtsculptuur waar het ecologisch bewustzijn van afdroop. De performance van de Duitsers, die de eerste prijs had gewonnen, werd die dag dat wij er waren niet opgevoerd. Dus liepen we een kort moment verloren rond over de glazen vloer van het lege paviljoen, terwijl we de uniformen en de blaffende honden waarover we hadden gelezen er zelf bij dachten. Dat was misschien het beste wat we hadden gezien. Toen we de hekken van de Giardini uitliepen om naar het tweede deel van de Biennale in het Arsenaal te wandelen, ontvouwde zich een glorieuze zonsondergang boven de lagune die alle kunst die we hadden gezien moeiteloos in de schaduw stelde. Tientallen Amerikaanse en Chinese toeristen stonden aan de waterkant met hun rug naar de Biennale, de rode gloed boven de eeuwenoude skyline van Venetië te fotograferen. Het begon koud te worden.
Clio stopte haar handen in de zakken van haar jas. Toen bedacht ze zich en stak ze één hand bij mijn hand in mijn jaszak. Ik was gelukkig om mij een moment met haar verbonden te voelen in onze minachting voor moderne kunst. Weet je wat eigenlijk het mooiste is aan de hele biennale? Vroeg ze. Ze gaf zelf het antwoord. Het publiek. Ja, sommige bezoekers hadden zich inderdaad wel heel overtuigend uitgedost als kunstkenners. Je ziet het vooral aan de brillen. Dat bedoel ik niet, zei ze. Het is nogal vermoeiend dat je overal een grapje van probeert te maken. Wat ik bedoel is dat het ontroerend is om te zien hoeveel mensen, en ook jongeren, oprecht geïnteresseerd zijn, de moeite nemen om hier naartoe te komen, een kaartje kopen en werkelijk bereid zijn zich open te stellen en te laten verrassen. Jammer alleen dat ze niets verrassend te zien krijgen. Dat is niet jammer, zei Clio. Dat is een schande. Een ander woord heb ik er niet voor. Het is het failliet van het fatsoen van de kunstenaars om hun eigen kunst serieus te nemen. Ze hebben geen benul van de traditie, zei ik, omdat ik wist dat dat een van haar stokpaardjes was en omdat ik het gevoel van saamhorigheid wilde behouden. Ze hebben juist te veel besef van de traditie, zei ze. Ze haalde haar hand uit mijn jaszak. Het verleden drukt als een loodzware last op hun schouders. Al die kunstenaars beginnen aan hun werken met de verlammende gedachte dat alles al eerder is gedaan, gemaakt en gezegd. Dat idee had Caravaggio in zijn tijd misschien ook, zei ik. Ik was geërgerd door die hand. Een levende cultuur voedt de traditie door haar voort te zetten. Ik had de indruk dat ik dat maar het beste kon beamen. Categorische afwijzing van de traditie is een crisisverschijnsel, zei ik. Heb je het koud? Kom maar weer hier met je hand. Volgens mij staat er een hoop in over kunst, traditie en wat we daarvan vinden. Laten we iemand erbij vragen die vanuit zijn werk professioneel hiermee bezig is. Hij is redacteur en kunstcriticus van de Volkskrant. Geef hem een warm applaus. Rutger Ponsen. Nou, doe maar wat water, want ik geloof dat mijn stem als Theresa May is. Oh, ik hoop dat het met de rest beter gaat dan. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ja. Allereerst, u heeft het boek gelezen? Ja, zeker. Ja? Interessant? Heel interessant. Ook als kunst? Ja, vooral als, op alle fronten. Want ik schrijf al over kunst, maar ik ben ook geïnteresseerd. Ik woon ook in Amsterdam, dus ik ben ook geïnteresseerd in de toename van toerisme. En het meest slepende liefdesverhaal. En het meest slepende liefdesverhaal, zeker. Ja. Maar als kunstcriticus? Ik moet natuurlijk wel toegeven dat ik nogal verschil van mening. En dat komt waarschijnlijk uit mijn praktijk om met name over moderne en hedendaagse kunst te schrijven. Dus ik ken de Biennale in Venetië heel erg goed. En ik deel ook wel de opinie van meneer Pfeiffer over bijvoorbeeld het jargon. En over de mate van mystificering van kunst, waardoor je haast het gevoel krijgt van, weten ze nou echt wel waar ze over hebben? En op wiens schouder staan ze en welke traditie staan ze? Gewoon als beeld, hè? Dus niet als theorievorming, maar als beeld. Dat komt een beetje ook door de maatschappij waar we in leven. Ik noem dat altijd maar de Anglo-Saxische vooruitstrevendheid in de kunst. Het ondervragen, theoretiseren van het een verhaal maken, een theoretisch verhaal maken. Je kan het ook zien in allerlei genderstudies die er tegenwoordig zijn. En er zijn redenen genoeg om dat te doen trouwens. Maar het is wel echt iets wat de afgelopen 10, 20 jaar ook in Nederland zichtbaar is geweest. Waardoor de aandacht voor het beeld minder is geworden. Maar waar ik een beetje huiverig voor ben, en ik begrijp de opsomming. Maar ik vergelijk het altijd met de tijd van Mondriaan. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen Michelangelo is een groot kunstenaar. Want we weten niet meer welke zwakke broeders er toen leefden.
In de 17e eeuw bijvoorbeeld in Amsterdam werkten 2000 kunstenaars, geloof ik. Er zijn er nog misschien 2 dozijn van over en die vinden we goed. Als wij de biennale van de 17e eeuw hadden gezien, hadden we misschien rondgelopen als meneer Pfeiffer zeggen: Jezus, wat een shit. Ja, heb je honger, laten we gaan eten. Ja. En als we in de tijd van Mondriaan hadden geleefd en we kwamen bij Mondriaan op zijn atelier, zegt God, Piet, wat, het is wel hardvochtig. Ja. En dan hadden we die boeken van hem gelezen. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan, maar die boeken zijn niet om door te komen. Stel dat je 30 jaar later bij Piet weer op zijn atelier kwam. Piet, kom op, zeg, weer die zwarte lijnen en die 3 kleuren. Kan je nou niet eens iets anders doen? Terwijl nu zeggen we, God, zijn die mannen zijn tijd vooruit geweest. Snap je? Ja. Dus het is heel moeilijk om in de tijd, nu, hè, je loopt nu op de biennale, je loopt nu op de documenta rond, in Kassel, de grote toonaangevende voor de westerse maatschappij, maar die is al veel breder aan het worden. Voor onze tijd de toonaangevende haars gids tentoonstelling van wat in de hele wereld gaande is. Ja, dat is wennen. Tegelijkertijd noemt u in het boek ook het gebrek aan zelfvertrouwen wat de Europese kunst, kunstenaar, dan lijkt te identificeren. Hangt dat samen met wat Rutger Ponsen zegt? Ik moet misschien om te beginnen verduidelijken dat het fragment dat ik zojuist heb voorgelezen natuurlijk met opzet ook nogal karikaturaal is. Ja. Ik wil hier niet nu als een soort van Thierry Baudet de stelling gaan verdedigen dat alle moderne kunst shit is. Nee. Bij deze, ja. Maar dat gezegd zijnde, denk ik wel dat in de moderne kunst, in de moderne beeldende kunst, dat je toch wel een soort van verwarring kunt waarnemen. En dat is misschien ook alleen maar goed. Dat is misschien ook iets waar dan weer goede kunst uit voorkomt. Maar die verwarring, die speelt precies op dat snijvlak van vernieuwing en traditie, denk ik. Ik denk dat... Maakt dat het niet juist ook heel interessant? Heel interessant zijn, maar ik denk eerder dat in veel van die kunst die je dan ziet, dat eerder een soort van blijk geeft van precies dat wat jij zei, een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Dat de kunstenaars het zelf ook eigenlijk niet meer zo goed weten. En ik heb het idee dat heel veel van die moderne kunstenaars eigenlijk sinds Duchamp in een crisis verkeren. Dat ze eigenlijk sinds alles mag, weten ze helemaal niet meer wat ze moeten doen. En dat is... ik ben wederom karikaturaal natuurlijk. Maar... wat natuurlijk wel, volgens mij, laat ik dat dan als stelling poneren, wat een cruciaal onderscheid is tussen onze tijd en voorafgaande tijden, zeker de 17e eeuw waar het over had, is dat vernieuwing in de kunst altijd heeft plaatsgevonden binnen een heel erg stringente traditie. Beeldhouwers die opdrachten kregen van de kerk om een Mariabeeld te maken, hadden maar een geringe marge voor vernieuwing en waren zich heel erg bewust van de traditie. Ook in de vormtaal, ook in alles. Ja. Die traditie, de omgang met de traditie, is nu op een manier zoals dat in voorgaande eeuwen niet is, wel problematisch geworden. En dat kan inderdaad misschien goed zijn en spannend zijn, maar ik merk dat ik... bij veel moderne kunst die ik met alle goodwill die ik kan opbrengen probeer tot mij te nemen, dat ik dat lastig vind. Problematisch vind. Ja. Maar ik daarop inhaken. Ik heb net ik heb het boek gelezen, dus ik snapte uw inleiding. En dat komt allemaal bekend voor. Maar het mooiste, een van de mooie woorden die u gebruikt was gedachteloos. Europa, het gaat nu even over kunst en Europa. Het eigenlijk gedachteloos accepteren dat er een soort traditie is in Europa. En ik geloof dat over de eeuwen, leest de oude grote kunstgeschiedenisboeken erop na. Die beginnen bij de Egyptenaren en gaan via Griekenland, dan komen ze uiteindelijk in het Westen aan. Dat is de kunstgeschiedenis. En dat is de gedachteloze traditie die wij hebben ingepeperd gekregen en waarop heel veel mensen staan. Maar die traditie heeft al lang zijn einde gehad. En dat zult u waarschijnlijk ook zien in de biennales. Het gaat niet zozeer omdat er een soort ondergangsidee is van Europa. Het gaat erom dat er een soort relativering en een,
niet meer een gedachteloos accepteren van de westerse traditie meer is, maar een relativering van die traditie. Namelijk omdat die kunstenaars, dat zijn niet meer de kunstenaars van toen. De kunstenaars, kijk naar de academies die er nu zijn, die worden voor 50% in Nederland bevolkt door Nederlanders en voor de rest voor buitenlanders. Die blijven hier. De biennales waren, en ook de documenten in Kassel, was een soort inhaalrace na de oorlog om westerse kunst weer na de oorlog weer op poten te krijgen. Inmiddels is dat een soort mondiaal geheel. Zou komen. Ik heb een foto meegenomen, Sarah. Ja. Kan je misschien laten zien? Moet je even de naam noemen? Jan Lei, dat is een Chinese kunstenaar. Deze heb ik helemaal niet. Dit is Caravaggio. Die is ook goed. Ja, deze. Dit is op de documenten 2012. Grappig is, hier zijn meerdere foto's van en daar staan nog allemaal Chinese bezoekers onder. Dus dat maakt het helemaal leuk. Want het is van een Chinese kunstenaar die op een soort westerse manier 360 schilderijen in 360 dagen heeft gemaakt. Dat kan je ook wel zien. Hij heeft ze gewoon nageschilderd voor foto's. En elke dag wordt er eentje met een verfspuit abstract gemaakt. Maar het gaat mij meer om, dit is de methode, dit is wat de biennale en de documenta's van tegenwoordig zijn. En dat geeft de verwarring. Want er komt ineens een heel ander echelon traditie binnen. Die komt namelijk uit China. En die komt uit, dat zijn Indianen uit Amerika, dat zijn mensen uit Zuid-Afrika. En dat botst en dat verandert. En dat botst. Ja, ja. En die kunstenaars in Europa zijn de Europese kunstenaars met het Europese vocabulaire wat wij namelijk kennen. Ja. In mijn praktijk voel ik me af en toe net zo ongemakkelijk als u. Omdat ik ook nog steeds ergens, bijvoorbeeld hier, een deur open doe. Ik weet bij God niet wat ik kan verwachten. Dat zijn voor mij geen criteria. Die moet ik allemaal weer opnieuw verzinnen. Maar het enige wat ik wel kan weten is, de criteria van vroeger gelden niet meer. Nee, nee. Er is wel een interessante kunstenaar die u noemt en misschien ook daar meteen kunt reageren. Dat is Damien Hirst. En als je het hebt over tradities, om authenticiteit, dan is dat natuurlijk enorm interessant. In het boek The Treasures from the Wreck of the Unbelievable. In het kort, bij de ingang van de expositie staat te lezen dat in 2008 in de Indische Oceaan voor de kunst van de oude handelsstad Azania het wrak werd gevonden van een schip, de Apistos. Nou, en het schip zonk en de objecten verdwenen voor 2000 jaar op de zeebodem. Dat is het verhaal wat hij ervan maakt. En dan heb je dit soort prachtige platen. En uiteindelijk heb je daar ook een essay over geschreven. Het is niet alleen het boek, maar ook in NRC terechtgekomen. Volgens mij komt daar een beetje een paar dingen samen. Namelijk en het zelfvertrouwen. Het heeft nogal wat zelfvertrouwen om dit te doen. Het omgaan met een traditie en daar iets mee veranderen. Waarom vind jij dit zo interessant en zo veelzeggend? Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, ik hoop dat er nog meer plaatjes zijn, want zo lijkt het net alsof het in een scène gezet. Want die beelden worden dan ook nog uit de zee gevist. Ja, dat is de volgende, ja. En dan komen ze in het museum terecht. Het is een heel erg slim commentaar, precies op datgene waar we het over hebben. Over de westerse kunsttraditie, de rijkdom van de westerse musea die alles tentoonstellen wat maar oud is. Ja. Nou ja, en dan maakt hij dus ter plekke iets ouds. Ook al is het gisteren gemaakt, lijkt het oud en met een heel verhaal erbij. Het is een heel erg pregnante voortzetting van de traditie. Het is geen afwijzing van de traditie. Want dat is wat u eigenlijk net zegt, is als ik daar nog even op mag terugkomen, u zegt eigenlijk twee dingen. Dat ook volgens u is die westerse traditie ten einde. Nee, het enige wat ons nog rest is dat relativeren. En het andere wat u zegt is, er komen tradities van andere culturen bij. Doordat ook mensen van een andere afkomst hier aan het werk gaan. Dat laatste kunnen we natuurlijk alleen maar met groot genoegen tegemoet zien. En dat is natuurlijk een heel spannende ontwikkeling. Maar ja, als u ook zegt dat onze westerse traditie voorbij is en dat het alleen nog maar rest om te relativeren, dan is misschien die tentoonstelling van Damien Hirst daar een ultieme zwanenzang van. Dat is eigenlijk een heel erg zelfbewuste soort van grande finale van die westerse, van die westerse cultuur. Maar wat rest er dan nog te vertellen? Want ik wil nog één ding aan toevoegen. Ik heb er al zo lang op verheugd om daar met een echte kunstkenner over te praten. En dat is als we het hebben over de materiaalkeuze. Kijk, Damien Hirst, deze beelden die we hier zien, zijn gemaakt van de allerbeste, allerduurste materialen. Dit is brons
Het heeft zogenaamd het eeuwenlang op de zeebodem gezeten. Dus daarom zit het helemaal vol met wieren en sponsen en dat soort dingen. Maar dat is dus ook allemaal brons. Andere beelden zijn in marmer uit Carrara, uit het beste soort graniet. Er zijn zelfs grote beelden van massief goud, zilveren beelden. En vooral in die zelfbewustheid van die materiaalkeuze en de duurzaamheid daarvan, was het zo'n ontzettend schril contrast met het geknutselde gemacramé wat in de Biennale te zien was. Er zijn echt de meerderheid van die schilderijen, of schilderijen kan je ze niet eens noemen, kunstwerken. Je moet je niet voorstellen dat je de conservator bent die zo'n werk aankoopt. Want dan, hoe moet je dat in godsnaam gaan conserveren? Het is geen kunst voor de eeuwigheid. Zeg maar van die truitjes die dan met een draadje aan een wereldkaart zitten, met een punaise, dat je kan zien dat die truitjes in arme landen worden gemaakt. Hè? Dat is vastgeprikt aan arme landen. Nou ja, dat kun je dan misschien nog transporteren naar je museum. En dat houdt het misschien 3 jaar vol, maar dan moet je dat toch weer gaan restaureren. Het is eigenlijk dat ambachtelijke. Ja, maar dat klopt wel. Maar, En daarin zie ik eigenlijk, misschien, sorry dat ik u onderbreek, maar dat is het laatste wat ik er nog aan toe wil voegen. Dat zie ik eigenlijk als een soort van symptoom van gebrek aan zelfvertrouwen. Het lijkt wel alsof die kunstenaars zelf bang zijn om iets te maken dat wel eens een keer de tand des tijds zou kunnen trotsen. Ja, je moet volgens mij de criteria die daar aan de grondslag liggen, die moet je naar boven halen. En we hebben natuurlijk heel lang gedacht dat authenticiteit en eeuwigheidswaarde, dat belangrijke waarden zijn in onze kunstperceptie. In Japan herbouwen ze een houten hut uit de zoveelste eeuw, elk zoveel jaar. Die maken ze gewoon opnieuw. Die hebben gewoon een heel ander idee van traditie. Is dat daardoor minder traditioneel? Nee. Maar misschien is ook van minder authenticiteit. Ja, maar ze hebben een ander idee van authenticiteit. Dat zit dus blijkbaar meer tussen de oren dan dat het in het hout zit. Ja. Dat het dus kunstwerken zijn die de tand destijds niet doorstaan, of misschien opnieuw gemaakt moeten worden, met alle moeite van dien, zoals in Japan, is niet zozeer dat daar een gebrek aan overtuiging in zit. Het is gewoon een ander idee. Het feit dat Damien Hirst zeer zwaar leunt op klassiek gedachtegoed en dat in brons maken, is heel mooi. Maar ondertussen, onderaan, ligt voor hem een heel ander idee. En dat vind ik veel meer de ondergang, als we het ondergang van Europa hebben. Ondergang van Damien Hirst. Is het puur financiële aspect waarvan. Die man heeft alleen maar gedacht. Want ik ben toen geweest rond de opening. En ik zag de galeriehouders met hun grote verzamelaars rondlopen. Om in oplagen die dingen te kopen. Daar zijn ze ook voor bedoeld. Ze zijn gewoon groot, indrukwekkend. Iedereen wil zoiets in de tuin. Maar doet dat afbreuk aan de kunst? Nee, maar de artistieke kwaliteit stond er een schil contrast mee. Snap je? Hij heeft heel goed werk gemaakt. We gaan voor de rest niet over Damien Hirst te hebben. Maar het gaat erom van hoe de het is heel lastig. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen afhaken op biennales. Maar het is heel lastig om de nieuwe tendensen, de nieuwe ideeën. Als je voor het eerst een schilderij van Aboriginal ziet, dan denk je echt, ja, maar wat is dit? En als je pas weet van wat voor wereld dat uitkomt, dan denken we ineens zo, jezus, wij hebben dus altijd ons traditionele kunstbesef geëxporteerd naar de hele wereld. Ja. Hè? Over de hele wereld zijn er nationale musea gebouwd, zoals het Louvre. Hè? Wij hebben onze wereld overal over uitgespreid. Nu komt die andere wereld bij ons binnen en denken we ineens, god zeg, we gaan ten onder. Nee, zij dachten al eeuwenlang dat ze ten onder gingen, omdat wij dat allemaal hebben geëxporteerd. Nu krijgen we het terug. En nu, ik vind dat je daar heel voorzichtig over moet zijn. Daarom is het niet de ondergang van Europa, maar daarom is het de relativering van de, inderdaad, misschien de traditie. Gedachteloos celebreren van dat wij die hoge Grieks-Romeinse standaard hadden. En nu blijken Aboriginals en Indianen net zo interessant te zijn. Oh ja? Nou, dat lijkt me een heel gezonde situatie. Als andere culturen onze vermoeide oude Europese cultuur komen verrijken. Het is alleen dat ik daar, ik moet onmiddellijk toegeven dat ik niet zoveel kunst zie als u uiteraard, maar toch zie ik daar eigenlijk heel weinig van. Op de Biennale waren er maar wat meer Aboriginals en Afrikanen en andere tradities. Maar toch het merendeel van datgene wat je ziet is vermoeide
oude, blanke, Europese kunst die het niet meer weet. Dus ja, dus die input van nieuwe cultuur is misschien heel erg nodig. Dat ben ik met u eens. Maar er is een soort van crisisverschijnsel dat precies te lokaliseren valt in de omgang met de traditie. Ook, we hebben dan misschien inderdaad nieuwe tradities nodig, maar de Europese kunstenaars die hier geboren zijn en die in een Europese traditie staan, lijken die traditie af te wijzen, maar dan ook niet te weten wat er dan voor in de plaats moet komen. Ik zie het als een verrijking, maar dat is, dat is lastig. Ja. Is er tot slot iets waarvan u zegt, ik vind dat nou een voorbeeld, dat kan misschien Damien Hirst zijn, misschien ook wel iets anders van waar ik wel dat elan, dat nieuwe verhaal, dat vermoeide ervan afgeschud zie worden? Nou ja, ik zou Damien Hirst als voorbeeld noemen. Dat is ook de reden waarom ik hem in het boek als voorbeeld noem. Omdat die kunst daar precies over gaat. Dit gaat natuurlijk ook. En dat ondergangsidee zit er al in. De beelden zijn al expres kapot gemaakt en ze zijn al vergaan, zoals we zien. Er zitten al zeesponsen op. Dus het is al een commentaar op een cultuur die oud moet zijn om waardevol te zijn. Over een cultuur die ten onder gaat. Het is eigenlijk een heel nostalgisch statement die tentoonstelling. Eigenlijk past het misschien wel in de manier waarop u in uw boek Europa, misschien dat u ook enorm bevalt, omdat hij ook op zo'n manier met die traditie. Nou ja, daarom heb ik hem in het boek ook genoemd. Omdat het inderdaad, ik had het idee dat aansloot bij mijn thematiek. Ja. Rutger, tot slot, is er iets waarvan u zegt, daar word ik heel enthousiast van? Misschien heel snel. Dan, heel snel, dan ja. Zie je gelijk hoe die traditie verandert en toch dezelfde blijft. Ik heb een beeld uitgekozen van Richard Long. Dat is een land art, een Engelse kunstenaar. Hij heeft hier met modder gewerkt van de rivier uit zijn geboortestreek. Van Avon, de Avon bij Bristol. Dit is een nieuwe vorm. Hij heeft ook heel veel. Misschien moet u naar de Pont Museum in Tilburg of naar het Krullemuller Museum. Hij heeft ook heel veel steen op de grond gelegd in cirkels. En dat gaat allemaal over landschappen waar hij doorheen loopt. En dat is een nieuwe traditie in de beeldhouwkunst. Niet meer in beeld op een sokkel, maar op de grond. Ja. Maar wel verhuizend naar herkomst. En ik heb nog een ander. Als het goed is, van Patricia Kaarsenhout. Dat is dit beeld. Dat stond onlangs bij de Manifesto tentoonstelling in Palermo vorig jaar. Dat is zijn duizenden kilo's zout. En dat is van een Nederlandse kunstenaar met Surinaamse roots. En het verhaal gaat dat je een schepje zout mee moet nemen, omdat het op de mythe van de Caribbean gaat. Dat slaven die in die tijd daar wonen, die moeten zout eten, want dan worden ze lichter en dan stijgen ze op en dan zweven ze terug naar Afrika. Maar ondertussen is dit beeld wel hetzelfde, ongeveer hetzelfde als die Richard Long, die in de Europese traditie staat. Dus die traditie wordt wel voortgezet, maar met nieuwe verhalen. En dat maakt het, dat vind ik dus de verrijking, zonder dat. Ik ben helemaal geen. Ik ben een Europeaan, maar ik ben geen aandeelhouder van de BV Europa. Ik hoop niet dat het ten onder gaat, maar het is niet zo dat het altijd maar behouden moet blijven. Maar als het op deze manier verrijkt wordt, dan juicht u dat alleen maar. Ja, tuurlijk. Ja. Hartstikke goed. Heb je nog zin in de volgende? Volgens mij hebben we nu. heb je je vragen kunnen stellen? Ik denk, dit is een mooie afsluiter. Helemaal goed. Ja. We gaan je heel hartelijk danken, Rutger. Je mag weer daar gaan zitten. Geef een warm applaus. Rutger Ponsen. Ja. Je zei het zelf al, Ilja. Je boek gaat over heel veel, maar het is ook een meeslepend liefdesverhaal. Dus hebben we een hele kleine verrassing voor je. Want een van de dingen die je doet is als de wereld tegen. Het is geen all you need is love, don't worry. Maar een van de dingen die je nog meer doet om je verhaal de wereld in te slingeren, is liedteksten schrijven. En het lied heet Durf jij? En je kent haar wel. En ze gaat voor ons een van jouw mooiste teksten, denk ik, zingen. Geef haar een warm applaus. Ellen ten Damme. Ah. Als ik de dorst drink van het wachten en de tijd slik die je morst, als ik de lange lege nachten je begraven in mijn borst, als ik de honger leer verbijten
van jouw veel te verre mond. Als ik de dagen stil zal slijten, die door zwijgen zijn verstomd. Durf jij me dan te zeggen dat je komt? Durf jij, als ik door distance naar je toe kruip, op een brandend pad van grind. Als ik door oerwoud naar je toe sluip, angstig rillend als een kind. Als ik door oerwoud, oh shit, als ik rivieren overzwem, naar het land waar jij verblijft. Als ik de wilde zeeën tem, op een vlot dat amper drijft. Durf jij me dan te zeggen dat je blijft? Durf jij? En alles is rond. En als je eindelijk zult proeven wat je niet wist dat het bestond, als jij niets meer hoeft dan vertoeven op de stilte van mijn mond. Als dorst en honger zijn gestild, niets dan voortaan nog bestaat. Stilte neerdaalt in de straat. Durf jij me dan te zeggen dat je gaat? Durf jij me dan te zeggen dat je blijft? Durf jij me dan te zeggen dat je komt? En alles is rond. Wat een leuke verrassing ben jij. Wat leuk. Dankjewel, Ellen. Ja, zeker. Je mag nog zeker. Als ik dit hoor, dan denk ik altijd maar, komen er nieuwe samenwerkingen aan, Ilja? Ja, zeker. Okay. Ja, alleen weet je nooit wanneer. Dat is, dat is het goede van ons. Bel je nog. Ja. Waarom is het zo fijn als Ilja teksten voor je schrijft? Ilja is gewoon heel erg goed in. Ja, dat helpt. Ja. consequente ritmes, syllaben. Het geeft al heel goed aan. Wat het muzikaal zou kunnen zijn. Maar dit is echt het eerste wat wij ooit samen hadden gedaan. Of samen. Jij schreef een tekst en ik had daar muziek bij gemaakt. Het was een opdracht. Maar het beviel zo goed dat ik dacht, laten we meer doen. En toen zijn er inmiddels 3 cd's van gekomen. Ja. Ja. En ik zou zeker willen vragen of Ilja nog iets zou willen schrijven voor mij voor iets nieuws. Dat gaat heten Casablanca. Dus het is ook een. En dat is nu in voorbereiding? Dat is helemaal in voorbereiding. Het kan nog heel veel kanten op. Maar wat ik daarmee wil is de Arabische invloed. Ja, een openbare redactie. Ja, nee, de Noord-Afrikaanse invloed die ook naar Europa gaat. Dus ja, en 9 mei is daarvan een eerste voorproefje in het Concertgebouw. Maar dat is allemaal nog heel spannend. Ontzettend spannend, maar vooral ook ontzettend leuk dat je er was. Ik wil je heel erg danken. Fijn dat je tijd kon vrijmaken. Geef er een warm applaus. Dankjewel. En sorry voor het foutje. Ja. ik speel dit nummer nooit op piano. Dus, eigenlijk niet. Het begon op viool, dit nummer. En daarna praktische overweging op een gitaar. En omdat hier een piano stond op piano, maar ik was er niet heel goed in. Sorry. Het was denk ik niet nodig, de disclaimer. En, nee, het was prachtig.
We gaan door met de tweede tafel en eigenlijk hangt het samen. Maar we gaan eerst eens luisteren nog naar een stuk. Nog een stukje. Ja, uit je boek. Dit fragment wat ik nu lees, dat, de context daarvan is dat... dat de ik-figuur in Venetië bezoek krijgt van een filmploeg. Een ploeg filmmakers die graag een documentaire willen maken. En blijven dan dagenlang, op een gegeven moment zelfs een hele week daar in Venetië met hem tijd doorbrengen. Maar het wordt maar steeds niet duidelijk wat nou hun idee is voor de documentaire. En op een gegeven moment... Clio heeft er dan genoeg van en die bedenkt als idee: waarom maken jullie geen documentaire over toerisme? En dan kan je daar tegelijkertijd ook een roman over schrijven. Dan heb je een roman en een documentaire over hetzelfde thema. En dat gaat de ik-figuur dan voorleggen aan de filmploeg. Ze waren onmiddellijk enthousiast over het plan. Waarbij het ook wel hielp dat het niet hoefde te concurreren met andere al bestaande plannen. Ze vroegen mij om nader te specificeren wat mijn invalshoek zou zijn bij een roman en een film over toerisme. Toeristen zijn altijd de anderen, zei ik. Wij reizen. Wij kiezen onze bestemmingen met zorg uit op het ontbreken van toeristen. En omdat die plekken niet bestaan en toeristen onmogelijk te vermijden zijn, laten we een groot deel van onze vakantie verpesten door onze ergernis aan hun gedrag. Wat ons van hen onderscheidt is niet eens zo duidelijk. Maar dat er een fundamenteel onderscheid tussen hen en ons bestaat, is voor ons een zekerheid die wezenlijk is en van existentieel belang en die raakt aan onze identiteit. Zij dragen korte broeken en teenslippers. En wij niet. Of, als wij dat ook doen, is dat omdat wij hebben begrepen dat de plaatselijke bevolking dat ook doet. Zij liggen aan het strand en hangen rond in cocktailbars, terwijl wij het plaatselijke kerkje bezichtigen en kiezen voor dat smoezelige barretje achter het benzinestation met de gammele rieten stoeltjes en smerige tafelkleedjes, omdat daar alleen maar 3 lokale gepensioneerde alcoholisten rondhangen. Wij zijn cultureel geïnteresseerd, terwijl zij uitsluitend komen voor de zon, de zee, drank en seks. En als alle toeristen opeens wel cultureel geïnteresseerd blijken en massaal in de rij gaan staan voor het Colosseum of de ruïnes van Delphi, dan passen wij onze voorkeuren aan en begrijpen wij terstond dat het echte Rome en het echte Griekenland niets met die circusattracties te maken hebben. En dat je meer begrijpt van de echte cultuur als je in een dorp verderop, waar werkelijk niets bezienswaardigs is, op een verlaten pleintje gaat zitten. Het is net zoals de beroemde Cretenser-paradox. Die luidt: alle Cretensers liegen, zei een Cretenser. De paradox is onoplosbaar omdat degene die uitspraken doet over de groep er eveneens deel van uitmaakt, waardoor de uitspraak ook geldt voor hemzelf, hetgeen de geldigheid van de uitspraak over de groep op losse schroeven zet. Precies zo zeggen wij, wanneer wij op reis zijn in het buitenland, dat alle toeristen vreselijk zijn. Mij interesseert de existentiële paradox dat niemand zich wenst te definiëren als degene die hij in zijn vrije tijd met gretigheid en graagte verkiest te zijn. Ik ben ook geboeid door de keuze die toeristen maken. Waarom zou je de Mona Lisa in het echt willen zien? Dit is een oprechte vraag. Iedereen wil de Mona Lisa in het echt zien.
In het Louvre zijn pijlen en richtingaanwijzers aangebracht om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk wordt afgeleid door de andere kunst en linea recta voor de Mona Lisa komt te staan. Dat zou toch al een reden moeten zijn om de Mona Lisa links te laten liggen, toch? Veel te toeristisch. De reden dat je het schilderij toch wil zien, is niet dat het mooi is. Mooi is geen criterium. Andere werken van Leonardo da Vinci zijn mooier en beter. En wanneer je de Mona Lisa dan uiteindelijk in het echt ziet, kun je haar niet zien. De andere toeristen belemmer je het zicht. Bovendien hangt het schilderij achter een centimeter dik groen kogelwerend glas. Op reproducties zie je het beter. Ze hadden in Italië een tijdje geleden een schitterende tentoonstelling ingericht van de werken van Caravaggio. Al zijn werken uit de hele wereld waren bijeengebracht in de vorm van superieure reproducties. Geprint in de hoogst denkbare resolutie met verlichting van achteren. Als het zou gaan om de schoonheid, om de interesse in het beeld, om de studie van de kunstenaar en zijn tijdvak, zou dit de ideale Caravaggio-tentoonstelling zijn geweest. Alleen ging niemand er naartoe. Dus daar ging het allemaal niet om. Het gaat erom dat je de Mona Lisa in het echt wilt zien vanwege de ervaring haar in het echt te zien. Het gaat om wat Walter Benjamin de aura van het kunstwerk noemde. Waar het om te doen is, is niet het kunstwerk zelf, maar om de sensatie van nabijheid. Bij voorkeur bezegeld met een foto of een selfie. Het bezoeken van de Mona Lisa in het Louvre levert geen diep inzicht op. Geen esthetisch genot of plezier, geen ontroering. Maar alleen ergernis vanwege de andere toeristen. De foto die je van het schilderij maakt, zul je nooit meer bekijken. Ook daarom was het niet te doen. Het enige wat we willen is de illusie om ons het beroemde kunstwerk kortstondig toe te eigenen met onze aanwezigheid. Dan kunnen we het afvinken van ons lijstje. Dan kunnen we zeggen dat we het hebben gezien. Als halve Italiaan en ingezetene van Venetië ben ik daarbij gevoelig voor de gevolgen van toerisme vanuit het perspectief van de ontvangende partij. Hoewel toerisme een verdienmodel is, of in ieder geval geacht wordt dat te zijn, en er voor veel toeristische bestemmingen ook geen alternatieve verdienmodellen voorhanden zijn, levert het ongemak op, richt het schade aan en is het voor de lokale bevolking een buitengewoon problematisch fenomeen. Daar kunnen jullie in Amsterdam inmiddels over meepraten. Dat staat hier ook, want die filmploeg komt ook uit Amsterdam en het komt nu heel goed uit. Ja. Een stad die zich uitlevert aan toerisme, verkoopt haar ziel. Terwijl toeristen bovenal op zoek zijn naar een authentieke ervaring, veroorzaakt hun aanwezigheid een teloorgang van de authenticiteit die ze begeren. Of die authenticiteit wordt op een weinig authentieke wijze speciaal voor hen gecreëerd. Toerisme vernietigt datgene waardoor het wordt aangetrokken. Dat vind ik in al zijn tragiek een uiterst fascinerend verschijnsel. Graag vraag ik naar voren Geerte Udo. Ze is directeur van Amsterdam & Partners. En voorheen heette dat Amsterdam Marketing. Hartelijk welkom. Geef een warm applaus. Ja. Misschien eerst even kort het boek gelezen. Zeker. Wat doet, misschien heel kort voor de mensen die het niet weten, Amsterdam & Partners, voorheen Amsterdam Marketing. Wat is het? Dan hebben we meteen het beeld. Toongezet. Ja. Wij zijn in 2014 begonnen met het op de kaart zetten van Amsterdam. Omdat er één grote frustratie in de stad was. En dat wij het imago hadden van alleen maar een wallengebied en coffeeshops. En er veel Amsterdammers zeiden, dat moeten we toch eens veranderen. Want Amsterdam heeft zoveel meer te bieden. Ik denk dat veel van u in 2004 ook wel enigszins bewust waren van de economische omstandigheden in de stad. En er was enorm behoefte aan groei. Groei voor bezoekers, groei om meer bedrijven naar Amsterdam te trekken, meer banen creëren in heel veel verschillende facetten.
Nou, daar heeft de stad, naast dat ze geïnvesteerd heeft in marketing, ook natuurlijk prachtig geïnvesteerd in een vernieuwd Rijksmuseum, een prachtig filmmuseum in Noord, een mooi scheepvaartmuseum. De grachten werden werelderfgoed. Dus we hebben met z'n allen erg ons best gedaan om de prachtige stad er nog mooier bij te laten liggen dan die al was. Niet wetende uiteraard in 2009, toen we nog in een crisis zaten, waar we vandaag de dag zouden zitten. Ja, want toch, als u het boek heeft het boek gelezen, en ik sprak u vooraf even, en u deelt heel veel van de analyse, en u vond het, nou ja, misschien, wat vond u zo interessant aan die analyse van massatoerisme? Nou, waar ik je ontzettend dankbaar voor ben, iedereen die iets met dit onderwerp heeft, moet echt het boek lezen, is dat het heel erg duidelijk maakt dat het een ontzettend complex vraagstuk is. Het geeft mij, ik ben weer erachter gekomen dat ik een ontzettende Europeaan ben. Ik hou erg van kunst en cultuur, ik hou erg van geschiedenis. Ik denk dan ook fijn dat ik kan leren van de Grieken, wederom. Maar de tendens is wel zo dat het zo complex is dat de oplossing ook niet makkelijk is. Ja. We weten met z'n allen wat er met Venetië is gebeurd. Ik ben ook heel blij dat wij in Noord-Europa, denk ik, nog de mogelijkheid hebben, omdat we veel meer andere economieën hebben, om heel erg kritisch te kijken. Niet te kijken naar kwantiteit, maar naar kwaliteit. En dat gaat op heel veel terreinen. Ja. We zitten nog in de luxe positie. In Amsterdam komen er nog elk jaar 11.000 inwoners bij. Gelukkig, in plaats van dat ze weglopen. Ja, zoals bij de apotheek waar de bewoners afnemen. Ja, maar dat is wel meteen ook een les die wij heel erg van Venetië zouden kunnen leren. Hè. Venetië, zoals je ook mooi schetst in het boek, heeft heel lang ook ingezet op deze economie. Ja. Dus de primaire functies uit de stad Venetië zijn weggehaald. Het ziekenhuis is uit het centrum gehaald naar Mestre. De scholen zijn verplaatst. Omdat men in die tijd toen waarschijnlijk als enige mogelijkheid dacht, daar worden wij beter van. Ja, dat is ook een beetje het alternatieve verdienmodel, wat er niet gezien is blijkbaar. Nou ja, het is een soort van self-fulfilling prophecy. Het is een mechanisme dat zichzelf voedt. Ja. Je gaat natuurlijk, als je toeristen naar je stad haalt, heb je steeds minder behoefte aan scholen. En naarmate de scholen weggaan, zijn er misschien de bewoners. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet alleen om scholen, het gaat om allerlei primaire voorzieningen. Het is bijvoorbeeld in Venetië ook helemaal niet zo makkelijk om een bioscoop te vinden, bijvoorbeeld, of zo, in het centrum. Toeristen gaan niet naar de bioscoop. Ja, als je een dag naar Venetië gaat, ga je niet in de bioscoop zitten. In een Italiaans nagesynchroniseerde film te zien. Nee, nou, zo zijn er allerlei dat soort dingen. Als je inwoner bent van Venetië, heb je daar wel behoefte aan. Maar die voorzieningen die gaan dus allemaal weg. Tegelijkertijd stijgen de huizenprijzen astronomisch. Omdat allerlei projectontwikkelaars geïnteresseerd zijn in dat vastgoed. En dan wordt naarmate al die al die primaire levensbehoeften verdwijnen uit de stad, wordt de verleiding ook groter om dan eieren voor je geld te kiezen en je huis maar goed te kopen. Maar in uw boek spreekt u fictief met een city marketing ambtenaar. Heel veel mensen vragen zich af wie u toch gesproken heeft. Inclusief de wethouder Rutger Groot-Wassink. Dat heeft u nog gezegd, dat hij benieuwd was wie u sprak. Maar dan kwam uw analyse wel dichtbij als hij dacht dat het een interview was, denk ik. Maar nu zit u aan tafel met iemand die daar zich in begeeft in Amsterdam. Waar bent u dan benieuwd naar? Nou ja, om te beginnen zou ik heel erg benieuwd zijn. Ik heb daar ook veel research naar gedaan en dat is ook voor een deel ook terechtgekomen in het boek. Ik zou benieuwd zijn naar de geldigheid van het verdienmodel. Ik heb daar in het boek vraagtekens bij gesteld en ik ben zeker ook niet de enige daarna. Baseer me daarvoor een groot deel op een studie die ook in de Groene is gepubliceerd. Ja, want het idee is, toerisme levert geld op, goed voor de stad. Ja, en dat valt volgens mij heel erg te bestrijden. Ja. U weet dat beter dan ik. Maar ik denk dat het er uiteindelijk op neerkomt dat het voor de publieke zaak alleen maar geld kost. En dat je vervolgens misschien wel met investering van publiek geld een verdienmodel faciliteert voor private partijen. Maar ja, dat is dan natuurlijk de vraag of je dat wil. Zeker gezien het feit dat die private partijen vaak ook buitenlandse partijen zijn. Geert? Nee, ik denk zeker, tot 2013 was toerisme een gebied waar zowel Amsterdammers banen in konden vinden als waar mensen geld mee konden verdienen. En inmiddels zie je dat in veel steden doorslaan dat het degene wat het een stad brengt, niet meer komt bij zijn bewoners. En dan is het te ver.
dan is het niet meer een verdienmodel wat hoort bij een stad van de toekomst. Want uiteindelijk staan natuurlijk bewoners altijd centraal. He, dat is in Venetië ook de neerwaartse spiraal geweest. Daar verdiende iedereen wel geld aan het toerisme. Dus daar werd de politiek ook steeds verkozen die daar geen maatregelen tegengenomen heeft. Nogmaals, omdat we heel veel economieën hebben, zitten we hier gelukkig in een andere situatie. Dus ik denk dat het een gebied is wat zeker waarde kan hebben voor een stad, maar tot op een zekere hoogte. En zeker he, de trend die we nu zien met vastgoed wat opgekocht wordt, of hele grote partijen die gebruik maken van die massa, moet je als stad heel duidelijk de grenzen aan gaan stellen. Want de tendens lijkt er heel erg op. Ja. He, als je dingen over Venetië hoort, ja, als ik daarnaar luister, dan... Ik bedoel, er was hier ook een discussie om er misschien een hek omheen te zetten en toegangsprijs te vragen bij de, op het Wallengebied bijvoorbeeld. De huizenprijzen die stijgen. Ja. Het is eigenlijk wel interessant dat u schrijft in uw boek dat u graag met iemand zou willen praten vanuit de marketing. U hoort altijd van iedereen, ook van politici, we moeten geen Venetië worden. Nee. Nou, als er iemand weet hoe Venetië eraan toe is, dan is Ilja Leonard Vijver het wel. Zeker, en gelukkig inmiddels veel meer. Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Nou, les 1 is dus inderdaad dat wij wel in de luxe positie zitten, die ook uit de verschillende onderzoeken komen, dat we er iets aan kunnen doen, omdat wij gewoon een veel bredere economie hebben. Dus volgens mij moeten we die kans met z'n allen pakken. Volgens mij laat het ook heel duidelijk zien dat het niet een verdienmodel is. Het is iets wat naar de stad komt. En als je de bewoners centraal stelt, dan moet je daar maatregelen in nemen. He, er worden nu veel maatregelen getroffen. Een van de acties van het stadsbestuur is bijvoorbeeld het aankaarten van de monocultuur. Iets waar geen Amsterdammer gelukkig voor wordt. De Nutella winkels op een rijtje. Of het niet meer hebben van een bioscoop of een supermarkt als je in het centrum woont. De overlast op de wallen. He, het gaat niet over kwantiteit, maar over kwaliteit. Net kwam mooi de zin naar voren, het faillissement van het fatsoen. Ja, we hebben natuurlijk ook een totaal veranderende wereld waar mensen heel anders zich gedragen als ze op reis gaan. He, waar mensen in de jaren 70, en dan klink ik misschien wat oud, maar met respect voor een plek en haar bewoners op reis gingen, zien we natuurlijk nu ook hele groepen reizen die misschien vanuit grenzeloosheid niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen. Maar wat een ander probleem is, niet de druk qua veelheid, maar gewoon het onfatsoen en niet respect voor bewoners hebben. Ja, maar het is echt, het gaat om heel fundamentele vragen. Het gaat denk ik uiteindelijk ook fundamenteel gezien, als het gaat om de strijd tegen de monocultuur, gaat het om de vraag wie de baas is van de openbare ruimte. Ja. Het is niet echt in de mode op dit moment om te denken dat de overheid daar moet ingrijpen. Hè? Ja. Wat in de mode is, is om dat volledig over te laten aan de wetten van de vrije markt. En als je daar als gemeente wil ingrijpen, dat is een vrij verregaande stap. Ja. Als ik nu toevallig een pand zou bezitten in de Damstraat, en ik krijg een heel mooi bod om daar om dat te verhuren aan een Nutella-winkel, dan ben ik natuurlijk niet heel erg blij als de gemeente zegt nee, dat mag niet. Nee, dat begrijp ik. Even voor de goede orde. Dus dat is, ik ben het onmiddellijk met u eens dat dat nodig is. Maar het is een heel fundamenteel punt. Maar dat maakt het ook lastig. Hè? Dat is ook waarom we denk ik nu zitten waar we zitten en eerder ingrijpen lastig was. Er is ook een verhaal wat bijna schrijnend is van een ondernemer in de Damstraat, die een hele andere winkel had, maar waar geen bezoekers meer kwamen. Ja, er zit natuurlijk ook een totale verandering in hoe wij zelf consumeren, wat wij online bestellen. Mijn bloemenboer is zelf helaas vertrokken, omdat iedereen toch voor 2,50 zijn bosje bij de Albert Heijn kocht. En dat zijn allemaal facetten die daaraan bijdragen. En deze ondernemer op de Damstraat is vanuit wanhoop ook naar buiten gelopen en heeft gekeken wat werkt hier wel, een Argentijns schilrestaurant. Nou, dan doe ik maar nummer 6. Maar geef hem eens ongelijk, want het is een ondernemer die zijn brood daar verdient. Maar zijn we dan op het punt dat we als consumenten, Amsterdammers, politiek, iedereen die daaraan meedoet, de publieke ruimte moeten terugveroveren? Ik denk zeker dat je daar bepaalde hele pertinente maatregelen in moet nemen, zonder dat je natuurlijk je open democratie daarin teniet doet. Kijk, dat is een type scheidslijn die erin zit. Dat is geen tegenstelling. Het is, als het stadsbestuur ingrijpt, het stadsbestuur is democratisch gekozen. Zeker. Dat is het terugclaimen van de openbare ruimte voor de democratie. Ja. Dus dat lijkt me. Nee, zeker. Alleen ik vind wel dat je dat met respect moet doen voor de mensen die daar business hebben opgebouwd en hun leven in geïnvesteerd hebben. Dat gaat hoe dan ook botsen. Ja, maar dat hoort er ook bij. Want we botsen nu in de stad en dan moet je ook durven met z'n allen het gesprek aan te gaan om te zorgen dat uiteindelijk dit een leefbare stad blijft waar bezoekers welkom zijn. Ja. Want Amsterdam heeft 400, 500, 750 jaar gasten ontvangen. Het is altijd een onderdeel geweest van. En we zitten nu gewoon in de lastige situatie dat het eigenlijk pas sinds 5 jaar tot overlast leidt. Moeten we in die zin ook misschien
omgekeerde marketing doen? Zeg maar, ik begrijp uw verhaal helemaal, zeg maar, vanuit 2009 dat nou ja, de crisis, het schept de banen. Je kan moeilijk tegen iemand zeggen die echt aan de grond zat, maar die misschien door toerisme toen wat kon verdienen van dat was uw recht niet. Maar is het niet nu zaak om het omgekeerde in te zetten? Of is dat, hoe kijkt u daarnaar? Venetië, misschien juist omdat ik ga niet naar Venetië toe. Waarom zou ik daar naartoe gaan? Het wordt overspoeld door andere toeristen. En u schrijft in uw boek, ja, de toerisme is de ander. Daar wil je zelf zeker niet zijn. Dus daar hangt een andere vraag mee samen, die ik misschien mag stellen. Wat Venetië ons leert, is volgens mij, is dat er op een gegeven moment een kantelpunt is. Dat het op een gegeven moment gewoon te laat is. Je kan Venetië nu, je kan het nooit meer terugdraaien. Het kan nooit meer een normale stad worden. En de vraag is of dat kantelpunt in Amsterdam is bereikt of niet. En dat moet je natuurlijk differentiëren per stadsdeel. Ik was laatst toevallig in het Wallengebied. Mijn vriendin wilde dat graag een keer zien. Zij was is Italiaans en ze heeft nog nooit Red Light District gezien, waar al haar landgenoten altijd naartoe gaan. Nou, dat was een shock. Ja. Maar als ik daar rondloop, heb ik het idee dat het punt al lang is overschreden. Dat het, voor het Wallengebied is het al te laat. Ik zou heel graag willen weten wat u daarvan vindt. En ik denk dat hoe dan ook, wat uw antwoord er ook op is, is dat voor Amsterdam is het wel tijd om haast te maken. Als je daar nog iets aan wil veranderen, moet dat wel nu. Ja, zeker. Nee, dat kan ik ook alleen maar bevestigen. Ja, ik denk ook dat het Wallengebied voorbij is. In mijn perceptie, ik heb altijd met een soort trots kunnen vertellen dat wij uit een open land komen waar tolerantie en dat wij ervoor gekozen hebben om bepaalde dingen te legaliseren. Als je nu in het Wallengebied bent, ja, dat is een attractiepark geworden. Ja, dus dat is vreselijk. Ja. Maar bedoelt u voorbij is als in verloren of als in, nee, daar gaan dat we, geloof dat gaat ik veranderen. Niet, maar daarin haal ik hoop uit het idee dat wij meerdere economieën hebben, dat wij echt, als je het vergelijkt met Zuid-Europa, een enorme kracht hebben, hoe we dit soort gesprekken met elkaar voeren, met bewoners voeren, met de stad, met ondernemers voeren. Ik denk ook echt dat er weinig mensen zijn die noodzaak niet nu voelen. Er komt in de zomer ook vanuit het stadhuis bij de burgemeester vandaag een heel plan over wat je daar moet doen. De vraag is natuurlijk wat de maakbaarheid daar nog in is om dat te keren. Nogmaals, ik ben wel blij dat er een heel groot deel van Amsterdam is wat gelukkig deze overlast nog niet ervaren wordt. Waar je dus ook nu allerlei lessen al kan leren om te voorkomen dat je bezoekers wel kan spreiden, maar niet overlast gaat spreiden, want dan is het van de regen in de drup. Ja. Kijk, het lastige is wel, en dat vind ik ook heel mooi geschetst in het boek, sinds social media en sinds gewoon een veranderend wereldbeeld. Hè, de wereldeconomie is enorm toegenomen. Reizen is goedkoper dan ooit. Reizen er enorm veel mensen. En het voorbeeld van de Mona Lisa is prachtig. Het is zelfs, denk ik, zo dat voor heel veel generaties en mensen reizen status is geworden. En dan gaat het niet eens meer over, ik ben bij de Mona Lisa geweest, maar dan gaat het alleen maar over, het stond op mijn Instagram. En dat is natuurlijk wel een hele andere trend, waar wij gelukkig met veel Europese steden, onder andere Venetië, maar ook met Barcelona, over in gesprek zijn. Dat een trend is waar wij natuurlijk als stad wel moeten kijken hoe je daar goed mee omgaat. Die marketer kan daarom denk ik ook niet, als wij met z'n allen roepen, we zijn in 2013 al gestopt met de promotie van Amsterdam in de bezoekersmarkt. Omdat wij toen al zagen, die markt is zo aan het groeien. We moeten alles inzetten op mensen die hier naartoe komen, gidsen naar de plekken van. Mensen roepen, ik wil een authentieke ervaring. Nou, wij beschikken over heel veel data. Mensen gaan 's ochtends naar het Van Gogh en 's middags op de rondvaartboot. Ja. Zelfs dat doen ze niet andersom. Dus je moet heel erg. Er zitten heel veel van dat soort patronen in waar je heel erg gericht naar moet kijken. Van hoe kan je daar nou invloed op uitoefenen, zodat de druk en de overlast afneemt. Ilja? Ik neem aan dat u ook veel nadenkt over de verschillende soorten toeristen. Ja. En er zijn natuurlijk bepaalde toeristen die je liever hebt dan anderen. Ja. Dus wat voor soort maatregelen kun je doen om toeristen te trekken die misschien wel een bijdrage leveren aan de economie van de stad in plaats van dronken Engelsen? Ja, nou, voor een deel doen wij dat eigenlijk al 15 jaar. Hè. Zoals ik schetste, zijn we ooit begonnen om van dat imago af te komen. Uiteindelijk is natuurlijk wel wat wij hebben als product, dat zal mensen trekken.
He, dus er is ergens een aanbod wat gecreëerd wordt om mensen hier naartoe te trekken die het echt niet uitmaakt of ze nou in Barcelona of Praag zijn, maar die hun hoofd eraf zuipen en veel overlast veroorzaken. En als ze terugkomen waarschijnlijk niet eens weten op welke locatie geweest zijn. Dus een deel gaat over het aanbod. De realiteit is ook wel, deze mensen gaan ook naar Barcelona en daar hebben ze geen red light district. Dus je moet daar heel kritisch naar kijken dat wij, hè, onze marketing vanuit iAmsterdam is altijd ingezet op de cultuurliefhebbende bezoeker die met respect voor bewoners in de stad komt. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om het aanbod van faciliteiten. Totaal. Als je vergunningen verleent voor goedkope hotels of voor goedkope dingen, dan trek je een ander soort toeristen. Ja. Totaal. Dus daarom is nu ook de discussie op de stad van hoe gaat dat nou met belastingen. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belasting die het oplevert ook inderdaad voor bewoners helpt, dat de stad erop vooruit gaat en niet. Ja, maar misschien mag toch, ik nog één andere vraag stellen die hiermee samenhangt als het gaat om het aanbod. Ik zou heel erg benieuwd zijn wat u vindt van Airbnb. Ja. Ik denk dat Airbnb ooit in Amsterdam omarmd is, omdat wij toen nog dachten, een jaar of 10, 12 geleden, dan kunnen de creatieven in de stad blijven wonen, want die kunnen een centje bijverdienen. En de huizenprijzen waren toen ook al aan het stijgen. Ik denk nu dat de mate waarin Airbnb plaatsvindt in Amsterdam, en vooral te veel leidt tot het ontvlechten van sociale cohesie in bepaalde buurten. He, als er te veel alleen maar particuliere verhuur is en geen bewoners meer, dan neemt de zorg voor de buurt gewoon af. Dus niet goed voor een stad, is voor geen elke buurt. Ik denk dat het stadhuis heel goed is bezig om van het 60 dagen beleid naar 30 dagen. Ja. Het grootste probleem daarin is natuurlijk wel de controle en de handhaving. Want er zijn gewoon ontzettend veel mensen die misbruik maken van dit soort platformen, die gewoon vastgoedinvesteringen doen. Dat verkopen als zijn een leuk appartement. Airbnb is verder een commercieel bedrijf uit Amerika. Ik vind dat wij, en gelukkig is daarin ook een samenwerking van de stad met 18 Europese gemeentes, die ditzelfde vraagstuk hebben om integraal met Europa te kijken hoe je een halt kan roepen aan dit soort platformen, om te zorgen dat je wel de vraag faciliteert, maar dat het niet leidt tot overlast. Misschien tot slot dan nog een woord dat u vaak noemde, was het alternatieve verdienmodel. Want nu lijkt het erop alsof, in ieder geval in het boek en in Venetië sowieso, toerisme, het verdienmodel is geworden dat alles op heeft gegeten. Waar zouden we kunnen kijken voor een alternatief verdienmodel? Is daar... Voor Amsterdam? Ja. Avond in de Bali organiseren. Dat lijkt me een uitstekend verdienmodel. Dit hadden we gepland, hè? Ja. Ja. En het andere wat ik wilde vragen was, dat als we dan toch grote woorden en grote lijnen trekken, je zou misschien ook kunnen zeggen, het Wallengebied geven we op, Venetië geven we op, maar Genua is nog prachtig wonen. Dus zolang al die toeristen naar Venetië gaan, is uiteindelijk Europa... Nou ja, wat je dan ziet is... jij was aan het afronden, maar dat zo makkelijk kom je er niet vanaf. Genua is dan wel een voorbeeld. Het is een voorbeeld van dat er allerlei stadsbesturen in de wereld veel te makkelijk denken dat toerisme het ei van Columbus is. Het is toevallig ook nog dat Columbus uit Genua komt. Er zijn veel te veel stadsbesturen die denken, bijvoorbeeld in Genua is het lastig met die scheepswerven. De haven is nog steeds wel belangrijk, maar steeds een beetje minder. Dus we moeten ook ander verdienmodel hebben. Het konijn uit de hoge hoed is altijd toerisme. En daar wordt helemaal niet over nagedacht of dat wel een geldig verdienmodel is en over de overlast die het gaat. Het lijkt wel alsof de lessen van Venetië niet worden geleerd. Ja. Of de lessen van Amsterdam elders in Nederland. Ik was... een paar weken geleden in Doetinchem. Dat kan, ja. En daar dachten ze ook dat het misschien leuk was. Het is ook een leuk oud stadje om het stadje te promoten en toeristen te trekken. Dat lukte een beetje te goed. Dus die hebben dan nu ook al in het miniatuur de problemen van Amsterdam eigenlijk. De problemen die iedere stad heeft. Ja. Maar het is toch raar hoeveel steden dan telkens weer in diezelfde val trappen. Ja, maar ik denk dat het vaker, en daar denk ik wel dat de oplossing ligt in Amsterdam. Hoewel ook die groeien, Amsterdam is nog steeds ook heel erg aantrekkelijk voor grote bedrijven. De EMA komt hier naartoe, veel start-ups komen hier naartoe. Maar ook daarin zie je dat de stad zo hard groeit, dat we daar ook wel groeipijn ervaren. De betaalbare woningen in de stad wordt ook een discussie vanwege die enorme aanloop. Dus het stadsbestuur moet op al die verschillende gebieden, denk ik, een visie ontwikkelen van hoe kan je nou over 10 jaar een leefbare stad zijn,
waar bezoekers en bedrijven welkom maar zijn. Denkt u dan met die bewoners centraal? Want dat is inderdaad. Ja. Wij zitten in de luxe positie dat we misschien meer mogelijkheden nu hebben dan Genua. En dan Doetinchem misschien. Ja. Ik ken de economische contraille van Doetinchem niet goed. Maar het is een bekend fenomeen voor steden die eigenlijk niet goed weten hoe ze hun banen nog moeten creëren. Maar denkt u dan dat die. Want Amsterdam kijkt naar Venetië. Doetinchem kijkt dan naar Amsterdam. Ze maar wat meer naar Amsterdam. Nou ja, maar is die ontwikkeling iets organisch waar we van alles kunnen bedenken? De aanwas is er. Mensen reizen meer. Helaas hebben we, zeg ik tussen aanhalingstekens, een Rijksmuseum. Dan kun je van alles doen, maar mensen willen het zien. En misschien hebben ze in Doetinchem een prachtig stadspark. En een prachtig museum waar ze naartoe willen. Dus je kan van alles doen, maar het gaat toch wel. Of is daar toch een fundamentelere manier om dat uiteindelijk over 10, 20 jaar in goede banen te leiden? Bent u er optimistisch over? Zeker. Ik geloof zeker dat er nog veel meer bezoekers gaan komen. Daar doen we niet zoveel aan. Hè. De markt van het aantal reizigers gaat nog enorm toenemen. Wij hebben in Amsterdam nog relatief weinig Chinezen. Mocht die markt open gaan. Hè, want als het de touring operators die vinden Amsterdam veel te duur. Dus ze slapen ergens langs de A2 in een Van der Valk motel. Ze komen 's ochtends naar Van Gogh en daarna naar de diamantindustrie en ze zijn weer weg. Maar dat land ontwikkelt zich en dan komen veel meer mensen die vrij reizen. En dat is in India precies hetzelfde. En ook in Europa gaat nog steeds de welvaart omhoog. Dus ja, er gaan nog meer mensen reizen. We krijgen met z'n allen ook nog meer vrije tijd. Dus ja, en het is een statussymbool geworden. Ik denk ook dat we met z'n allen er echt wel iets aan kunnen doen. En het is wel noodzaak, hè, wat je ook aangeeft, om nu actie te ondernemen. We hebben geen glazen bol en we kunnen niet voorspellen dat het dan over 15 jaar is opgelost. Maar ik geloof wel degelijk dat door en maatregelen van het stadsbestuur, regie nemen op de openbare orde, acties ondernemen tegen platformen of deeleconomie zoals Airbnb, als ze een negatief effect hebben, het spreiden van bezoekers en dan niet inderdaad de overlast verplaatsen. Maar zorgen, hè, er zijn hartstikke veel gebieden in Nieuw-West en Zuidoost die het echt nog wel interessant vinden om te kijken hoe ze nou met een niveau bezoekers kunnen trekken die iets toevoegt aan je gebied. Ja. Want dat is uiteindelijk wel wat interessant is, zonder dat het over die brug in gaat. In die zin tevreden dat de urgentie gedeeld wordt? Ja, zeker. Ja, nee, maar. U sprak ook Femke Halsma, u heeft haar het 40.000. Ja. Heeft u het idee dat zij die urgentie voelt? Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben het ook nog over gehad. En zij is zich daar heel erg van bewust. En zij ziet het wel als een van de centrale dossiers van haar ambt. Ja. Gelukkig. Ik denk, als je beseft hoeveel Chinezen er nog gaat komen. Nu staat het, Italië staat heel hoog op hun lijstje. Hè? Ja. En Venetië, dat is echt iets. Een van de topbestemmingen voor Chinese reizigers. Ik ben de cijfers even kwijt, maar het zijn er nu al miljoenen per jaar. Ja. En dat te bedenken dat er nog maar 7% van alle Chinezen heeft nog maar een paspoort. Hè? Mm. Dus die komen allemaal nog, de rest. Daar kunnen we demarketen. Ja. Ja. Wij zijn 5 jaar geleden gestopt om in China promotie te maken. Ja. Ja. Of dat helpt? We gaan het hierbij laten. Volgens mij kunnen we nog 3 avonden doen met alle andere thema's die erin zitten. Maar voor nu, we gaan zo nog luisteren naar Soufiane Moussouli. Maar voor nu geef een heel warm applausje. Mag we daar gaan zitten aan Geerte Udo. Dankjewel. Ik ga ook daar zitten dan, toch? Nou, ik wilde jou nog. Oké. De avond is bijna afgerond. We gaan zo nog naar een fantastisch stukje theater luisteren. Maar misschien eerst nog maar even. We hebben een poging gedaan om een aantal thema's aan te raken van jouw boek. Heb je het idee. Zijn er nieuwe vragen opgekomen? Of zijn er antwoorden gekomen? Er zijn wel antwoorden gekomen. Maar die antwoorden geven altijd, zoals het gaat met goede antwoorden, weer aanleiding tot nieuwe vragen. Ja. Nee, maar ik ben heel blij dat. Dit is eigenlijk precies waar je op hoopt, hè, als schrijver. Dat je boek niet alleen een soort van esthetisch genot weet te verschaffen, maar dat het ook aanleiding is om na te denken over de vraagstukken die in het boek aan de orde komen. Dus wat dat betreft ben ik buitengewoon vereerd met deze avond. Nou, de aanleiding om na te denken gaan we nog even geven. Voor nu mag je lekker daar gaan zitten en dan kun je ook gaan kijken. Geef hem een warm applaus, Ilja Leonard Vijver. Ja. Tot slot van deze avond gaan we luisteren naar Soufiane Moussouli. Hij is theatermaker en hij maakte onder meer voor het Amsterdamse Storytelling Festival de solo
Marokkanen huilen niet. Zijn nieuwste voorstelling, volgens mij ben ik Jood over groeiend antisemitisme, komt nog. Onder meer in Podium Mozaïek en in Utrecht, in Theater de Kikker. En vanavond, 10 mei. Sorry? Ja, 10 mei. 10 mei, 10 mei. Nou, u heeft 3 dingen die u moet doen. Hè? U kunt naar een concert van Hawig, Ellen ten Damme, wanneer was de datum? 9 mei, nou u heeft een drukke week dan, schrijf het allemaal op. Vanavond speelt Soufiane een scène uit zijn solovoorstelling Gelukszoeker, waarin hij het verhaal vertelt van zijn neefs Hamza, een jonge Marokkaan die zonder papieren een leven probeert op te bouwen in het Brusselse Molenbeek. Wat is geluk eigenlijk, vraagt ze zich in deze scène af. En Soufiane laat hiermee zien hoe je kunst in deze tijd kunt inzetten om met kleine verhalen misschien wel wat groters te vertellen. Geef een warm applaus. Soufiane Moussouli. We zitten op de bank, Hamza en ik. Hij woont een tijdje bij ons in Lelystad, omdat hij een job had gevonden in een bakkerij. Die had mijn moeder voor hem geregeld. Hij begint 's nachts vroeg met werken en in de loop van de ochtend komt hij thuis. Moe van het werk, maar net niet moe genoeg om meteen te gaan slapen. Nou, ik deed in die tijd niet zoveel. Of, nou ja, officieel studeerde ik. Nee, wacht, ik moet anders zeggen. Ik volgde colleges op het HVA-instituut de Wibautstraat voor de studiefinanciering. Ja, en ondertussen wachtte ik op dat ene telefoontje. Dat telefoontje dat mij een hoofdrol zou aanbieden in de nieuwe Nederlandse speelfilm. Ik kan u zeggen dat dat telefoontje heel lang op zich heeft laten wachten. Sterker nog, ik wacht nog steeds. En daarnaast dood ik de tijd met het spelen van FIFA op de PlayStation. Hamza die speelt geen PlayStation. Die kijkt liever naar clips op televisie of naar series of op YouTube. Er is altijd wel weer een nieuwe clip wat hij me wilt laten zien. En dan zegt hij, Soef, kijk hoe mooi. Dan zeg ik, ja, leuk, echt tof. Ik ken dat nummer al 3 maanden. We praten veel over muziek, over vroeger, over meisjes, over nu en over hoe hij zich voelt. Hij is namelijk niet gelukkig bij de bakkerij. Hij krijgt dan niet zoveel betaald en nu weigert zijn baas ook nog eens om zijn overuren over te maken. Maar wat kan hij doen? Gaat hij met hem schreeuwen, dan wijst hij hem zo de gat van de deur. Zal ik met hem gaan praten, roep ik in mijn enthousiasme. Cynisch lachje verschijnt op het gezicht van Hamza. Soef, weet je nou nog steeds niet hoe het werkt hier in Europa? Geen papieren, geen rechten. Wacha? Ik slik. Als ik naast Hamza op de bank zit, dan vergeet ik vaak dat er zo'n groot verschil tussen hem en tussen mij zit. Ik bedoel, ik kan doen wat ik wil doen. Ik heb rechten. Ik kan naar de politie toestappen of naar de rechtbank als mij onrecht wordt aangedaan. Hamza niet. Hamza die schrikt weg als hij een politieagent ziet. Hamza die loopt een blokje om als een stadswachter zijn kant op komt lopen. Hamza die reist niet met de trein omdat hij bang is dat ze om zijn identificatie gaan vragen. Ik begrijp het, zeg ik snel. En ik druk op start om een nieuw potje FIFA te spelen. Hamza die zit stil in een hoekje van een bank. Hij lijkt in gedachten verzonken. Hij zit vaak zo en inmiddels weet ik dan dat hij iets zit uit te werken. Dat hij in zijn gedachten ergens mee bezig is. Soms komt hij met een groot plan. En soms ook niet. Soef, denk jij wel eens na over gelukkig zijn? Kijk hem verbaasd aan en weet niet of ik jou moet knikken of nee moet schudden. Ik bedoel, je hebt toch alles wat je wilt hebben, Soef? Je hebt een dak boven je hoofd, je kan studeren, tenminste als je gaat. Je hebt een bijbaan en je kan mooie kleren kopen. En je woont in Europa. Dan ben je toch gelukkig? Ik realiseer me dat ik daar nog nooit zo over nagedacht heb.
Ik heb nog geen vrouw, werp ik hem tegen. Om zo het gesprek van onderwerp te veranderen. Meestal als ik daarover begin, dan hebben we het binnen de kortste keer over de vrouwen die we zagen op straat of op internet. Maar dit keer niet. Hamza, die blijft volharden. Soef, wat is geluk voor jou? Ik houd mijn adem even in. Ik graaf in mijn gedachten om een antwoord te geven. Tja. Ik weet het, geloof ik, niet zo goed. Heeft geluk met geld te maken, vraagt hij door. Ja, misschien wel, ja. Geld maakt gelukkig. Of, nou ja, geld maakt het een stuk makkelijker om gelukkig te zijn. Geen geld hebben geeft stress. Veel nare stress. Hamza die knikt. Hij weet dat mijn familie het een tijdje moeilijk heeft gehad. En niet één keer, maar twee keer een dubbeltje op zijn kant moest draaien. En zelf weet hij ook hoe het is om in goedheid van anderen te moeten leven. Voor een slaapplek of om iets te eten. En nu je meer geld hebt, Soef, ben je dan gelukkiger? Nee, ik ben niet gelukkiger, maar ook niet ongelukkiger. Maar wat is dan geluk voor jou, Soef? Wat is geluk voor jou? Ik graaf nog dieper in mijn hersenen om een voorbeeld te geven. Vrienden. Vrienden maken mij gelukkig. Ik zou niet weten hoe ik zou moeten leven zonder vrienden om me heen. En op de dag dat ik doodga, dat er dan niemand is om afscheid van mij te nemen. Ja, vrienden. Zou je mij een vriend noemen? Ik denk iets te lang na. Nee, jij bent mijn neef. Oh, dus geen vriend? Jawel, ook een vriend, maar je bent vooral mijn neef. Maar wat is dan belangrijker, Soef? Een neef of een vriend? Vrienden of familie? En langzaam begin ik te hopen dat Hamza's spervuur aan vragen snel ophoudt. Want ik begin geïrriteerd te raken. Waarom wil hij dit allemaal weten? Waarom is het zo belangrijk voor hem om te weten wat geluk voor mij is? Ja, familie vind ik ook belangrijk, bijt ik van me af. En ik druk op start om een nieuw potje FIFA te spelen. Belangrijker dan vrienden? Weet ik veel. Laat me met rust. Ik ben op een hoog level. Wil je praten? Zoek je een vrouw. Heel simpel. 1 en 1 is 2. Hamza die zwijgt een poosje. Hij lijkt in gedachten verzonken. En ineens zegt hij tegen mij: ik vind vrienden belangrijker dan familie. Mijn familie kan me gestolen worden, Soef. Behalve mijn ouders. Want die mis ik iedere dag. Ik druk op start. Ik pauzeer het spelletje. Ik kijk Hamza aan. Het is alweer 5 jaar geleden dat hij zijn ouders heeft gezien. Even probeer ik me voor te stellen hoe het zal zijn als ik mijn vader en mijn moeder zo lang niet zou zien, maar dat kan ik niet. Ik heb ze nooit langer dan 3 weken niet gezien. En opeens besef ik dat ik heel ongelukkig zal zijn als ik op het moment dat ik dat wil niet naar mijn moeder toe kan stappen. Om haar om raad te vragen. Als 3000 kilometer ons zouden scheiden en ik niet zomaar op het vliegtuig kan stappen om haar te omhelzen. Ik besef dat ik hier in Lelystad alles om me heen heb wat met geluk te maken heeft. Mijn familie, mijn vrienden, een dak boven mijn hoofd. Ik ben in Europa. En toch voel ik me dat ik op het moment naast Hamza zit. Niet gelukkig. Maar ik durf het hem niet te zeggen. Dus ik druk weer op start. En begin een nieuw potje FIFA. Dank jullie wel. Soufiane Moussouli. Dankjewel man. Dankjewel. Dankjewel.
Er was nog één ding, dat was eigenlijk het eerste kenmerk van Europa van Steiner, wat in het boek staat. En dat is dat Europa zo ongelooflijk veel cafés heeft waar ideeën voortvloeien. Gelukkig is het café hier recht achter. Ik hoop u daar nog te zien om een biertje te doen en misschien nog eens even door te praten. Ilja zal ook zo meteen richting de foyer komen om misschien nog een boek te signeren en om door te praten. Dus geef me even die tijd om daar rustig naartoe te wandelen. Voor nu heel erg fijn dat u er was. Voor de mensen die nog niet gelezen hebben, ga dat snel doen. Mag ook morgen, u kunt eerst nog hier een drankje doen, maar doe dat vooral. En ik wens u vooral een hele fijne avond en tot de volgende keer. Dank jullie wel. APPLAUS